Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza met sluierwolken over het westen van ons land. Maar goed, daar schijnt de zon wel doorheen. In de ochtend is het dan ook op veel plaatsen redelijk zonnig met temperaturen die al snel in de buurt van de 20 graden komen. En vanmiddag wordt het in het binnenland 22 tot 24 graden. We zien dan in het binnenland wel wat stapelwolken ontstaan. De neerslag is niet aan de orde en er steekt een noordwestelijke wind op. En dat betekent in de kustprovincies dat de temperatuur in elk geval niet verder stijgt en mogelijk zelfs 1 of 2 graden gaat dalen. Vanavond dan afnemende wind met temperaturen van een graad of 14 en de stapelwolken in het binnenland lossen ook geleidelijk op. Een heldere nacht en daarna morgen weer een heel aardig weerbeeld. Met in het noorden van het land misschien wel wat wolkenvelden, maar ook daar geen neerslag. In het zuiden is het zonnig, het wordt 20 tot 24 graden. Hemelvaartsdag heeft min of meer hetzelfde weer in pet over ons, met flink wat zon, hier en daar wat wolken, geen neerslag en maxima tot 25 graden in het zuidoosten van het land. Vanaf vrijdag wordt het ronduit zonnig en schieten de temperaturen verder omhoog in het weekend, tropisch misschien 30 graden. Ik ben Marco Verhoef. Vanweerplaza.nl